Hallo, wat leuk dat jullie kijken. Ik kom regelmatig op YouTube en op Facebook filmpjes tegen met prachtige beelden. Alleen de editing zou nog een stuk beter kunnen. Nou is het allemaal heel logisch natuurlijk, want veelal zijn het gratis programma's die gedownload worden en waar we mee aan de gang gaan. En als je een iMac koopt, dan zit er iMovie op, maar dat moet je ook nog allemaal uitvinden hoe dat werkt. Ook dan kom je op social media terecht voor raad en wijsheid. Nou, voor mij reden genoeg om in het Nederlands eens wat vlogs te maken over het editen. En dan is het onafhankelijk welk programma of je ook gebruikt. Het gaat om de basisprincipes van editen. Beelden kunnen we allemaal maken. Misschien moet daar ook een kleine aanpassing in komen als je beter begrijpt hoe editing werkt. Maar dat komt allemaal vanzelf. Voor vandaag heb ik op het programma staan hoe je je beelden in gaat lezen in je computer en hoe je ze allemaal stuk voor stuk een naam gaat geven, zodat ze in de editing veel makkelijker te vinden zijn en dat je ook uitselecteert welke beelden je wel en welke je niet gebruikt. Als wij een minuut film nodig hebben, dan zijn we veelal een uur bezig met een opname. Dat houdt dus in dat je 59 minuten weggooit. En editing, cutting in het Engels, wil ook zeggen knippen. Dus je pakt alleen de stukjes die echt extreem mooi zijn, die je wil gebruiken. En de rest, dat doe je gewoon, dat sla je op of dat gooi je weg. En maakt niet zo verschrikkelijk veel uit wat je ermee doet. Maar gebruiken doe je het in ieder geval niet. Ik ga jullie nu laten zien hoe de bestandsindeling werkt op een Mac-computer. Kijk met me mee. Kijk, iemand heeft beelden gemaakt met een stationaire camera, een vaste camera of met een drone. En die komt dan thuis met die beelden in de studio en die maakt dan eerst een map aan van die dag. Dus deze noemen we vandaag. In die map zit natuurlijk niks, maar wat binnengebracht wordt, wordt hier naartoe gekopieerd. Dat kun je vergelijken met deze map. Of met deze map. Dit zijn allemaal foto's die we maken, die we nodig hebben voor het artikel. Al die bestanden die hierin zitten, die hebben een naam. En ik ga jullie een voorbeeld geven. Ik heb hier de map uitdaging Match 2020. En dan hebben we hier de opnames van 3 november. Dus vorig jaar. Hier zit allemaal een naam aan. Champagne, 1 tot en met 4. Papieren, laptop, gewoon glas. En dan zit dit beeld erachter. Zo is die hele map ingedeeld. 20 oktober. Hebben alle bestanden hebben een naam. Daar kan je allemaal aan herkennen wat of het is. Deze mevrouw werkt bij Van het Hek. Stel je nou eens voor dat je dit soort beelden niet geordend zou hebben. Nou, dan ben je mooi klaar, hè? Want dan krijg je bijvoorbeeld dit soort situaties. Dit is een opname van een brug in Kwadijk. En daar heeft alleen het eindproduct heeft daar een naam. En de rest heet allemaal 25, 29, 32, 41 en ga zo maar door. Nou, stel je nou eens voor dat je al die bestanden die je hebt keurig netjes in mappen stopt. Wij gebruiken altijd het woord map en dan wat erin zit. Map actueel. Dit zijn alle actuele onderdelen die we op dit moment onder handen hebben. Dan krijg je een map corona. Logo's, intro's, foto's, map van ondernemers. Ondernemers waar we filmpjes voor maken. En dat is allemaal dit soort spul. Dat zit allemaal keurig in mapjes, zit het ingedeeld. Dus als je nou graag wil dat je je spullen terug kan vinden, zorg dan dat je een map maakt waar je alles op transporteert. Daar vandaan zet je het naar de desbetreffende map waar je uit gaat werken. Dan stel je je editingprogramma op
En daar vandaan pak je wat je nodig hebt. Nou, moeilijker kan het niet zijn. Het is de eerste en de tweede vlog zal gerust beter gaan als deze. Want ook ik moet even wennen. Als je vragen hebt, laat ze achter in de comments. Dan kunnen we daar misschien een vlog over maken. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze op prijs stellen. Geef een duimpje. Abonneer je even op het kanaal. Dat is goed voor ons, hè, want we krijgen daar centjes voor achter de komma centjes afgerekend van YouTube. En dan kunnen we dit lang volhouden en jullie hebben er plezier van. Dus wat het om gaat, in deze was eigenlijk heel simpel. Je maakt buiten je beelden. Je komt naar binnen. Je zet ze op een soort van tussenschijf. En daar vandaan ga je ze in je editprogramma halen. En voordat je dat doet, geef je ze allemaal stuk voor stuk een naampje. Zodat je ze allemaal achteraf keurig netjes terug kan vinden. Nou, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze. Dat je er wat aan hebt. Ik hoor het graag. Tot ziens.